De dames van HC Schiedam hebben zondag een flinke zepert opgelopen in de overgangsklasse. In Leiderdorp verloor HC Schiedam met 6-1 van Alecto. De beide ploegen stonden voor aanvang van deze wedstrijd in punten gelijk. Al voor rust had Alecto een 4-0 voorsprong genomen. Na rust kon Marije Koppenburg met de 4-1 de Schiedamse eer redden. Kort voor tijd kregen de Schiedamsen echter nog 2 goals om de oren. Ondanks de forse nederlaag blijft HC Schiedam op de 9e plaats staan in de overgangsklasse met een voorsprong van 7 punten op de nummer 10.